Meneer Forza, de heer Forza, de heer Vermeulen Forza. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop op dezelfde coulance als de heer Heimerichs. Want ik valt me op, u bent streng voor iedereen op de tijd, behalve voor de hap. Voorzitter, afgelopen weken heb ik meerdere bezoeken gebracht aan inwoners van onze gemeente. Inwoners van Rijsenhout. Ondernemers die niets liever willen dan ondernemen. Ondernemers die een nieuwe invulling gaven aan verpauperde kassen. Wat een verschil als je Heerman Zwet oprijdt vanaf de Aarbergweg. Links verpauperde kassen en rechts diezelfde kassen met een nieuwe jas. Een nieuwe bestemming met op hun daken zonnepanelen die 650 megawattuur aan elektriciteit leveren aan het net. Prachtig. Voorts een ondernemer die zijn hele bedrijf in vlammen op zag gaan in 2015... omdat toen de brandweer ter plaatse kwam er geen bluswater bleek te zijn. Een ondernemer die in 2021 nog steeds op groen licht van de gemeente wacht om weer aan de wederopbouw te kunnen beginnen. 6 jaar wachten, voorzitter, waar hebben we het over? En tot slot een ondernemer die een stuk grasland heeft achter zijn huis. Een strook grasland ingeklemd tussen schuren aan weerskanten die alleen waarneembaar is vanuit de ruimte. Hier wil deze ondernemer een bedrijfsruimte bouwen voor zijn bedrijf waar hij trapliften assembleert. Ook hier louter tegenwerking. Waarom, voorzitter? Deze raad heeft ongetwijfeld in 2018 met de beste bedoeling de ruimtelijk-economische visie Rijsenhout vastgesteld. Deze visie blijkt alleen een maatje te groot voor onze inwoners en een hinder voor het ondernemen. Voor de ondernemers die op aanraden van een wethouder die alles zou regelen hun kassen renoveerde, betekent de visie aanvullende eisen op een uitgevoerd plan. Voor de ondernemer die zijn bedrijf in rook op zag gaan, 6 jaar stilstand. En voor de derde ondernemer het economisch onmogelijk maken van zijn plannen. In onze gemeente willen we niet alleen afhankelijk zijn van een luchthaven, maar streven naar een diversiteit aan ondernemingen. Als dat is wat we willen, het is in ieder geval wat de fractie van Forza nastreeft, dan moeten we dat faciliteren. Lever maatwerk. Gelet op de gesloten overeenkomst met Kinomi, dat ook in cluster 1CD ligt, dat is behandeld en goedgekeurd, zonder de eis dat eerst met alle eigenaren een gezamenlijke ontwikkeling moet plaatsvinden, lijkt ons dat mogelijk. Ook wij roepen de wethouder op regie te nemen. Pas de visie aan, zodat ondernemers uit de voeten kunnen, en leg de geamendeerde visie als raadsvoorstel aan deze raad voor. Als dat niet mogelijk is, dan stel ik voor dat wij als raad een initiatiefraadsvoorstel maken en het initiatief zelf nemen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Netjes binnen de tijd. Daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen. Ik kom bij de heer...